Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, dat ik 3 kaarten van dezelfde Pokémon in 1 pakje krijg. What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we even uitpakken. Ik heb weer Pokémon kaarten, namelijk deze Mega Mewtwo box. Mewtwo is zo'n Pokémon die er altijd wel tof op staat. Elke kaart met Mewtwo is vet. Dus ik ga eens even kijken wat er in deze box zit. Let's go! Dit is hem dan, de Mega Mewtwo box. Er zitten 3 pakjes in, zie ik. Een Breakthrough, een Ancient Origins en een Roaring Skies pakje. Er zit een grote foil kaart in en nog een kleine kaart. We gaan hem uitpakken. Dit is de grote Mewtwo kaart. Natuurlijk weer echt super awesome. En ik las op het doosje dat er 2 van die grote Mewtwo kaarten zijn. En ook 2 van deze kleine Mewtwo kaarten. Dus er zijn 2 versies van allebei. Als die hem even scherp wil stellen, dankjewel. Er zijn 2 versies van allebei. Dus ik kan eens nog eens een keertje gaan kijken of ik de Mewtwo box, een andere Mewtwo box met die andere 2 kaarten kan gaan vinden. Er zitten dus 3 pakjes in. Deze 3 pakjes. Ik heb deze nog niet zo heel erg vaak opengemaakt. Dus ik hoop dat er wat moois in zit. Ik ga beginnen met het Roaring Skies pakje. Je ziet al gelijk dat er een Hawlucha in zit. En hier hebben we alvast de codekaart. Die is voor jullie. Gefeliciteerd. Laat even weten wat je eruit hebt als je er wat moois aan als je er wat moois uit hebt. En dan doen we 3 kaartjes naar voren. En dan beginnen we met een Executor. En ik weet sowieso zeker dat ik deze kaart nog niet heb. Dus dat is een mooi begin. Een Winona. Een Unpheasant. Een Hawlucha. Een Dratini. Oh, die is ook leuk. Die heb ik ook nog niet. Best wel toffe kaart ook. De volgende is een Natu. Dan hebben we een Wingull. De volgende is een Fletchling. En dan hebben we een Swallow Reverse Holo. En als laatste hebben we... Oh! Oh, nice! Een Dragonite kaart. Het is geen EX, het is geen Break. Maar deze is wel awesome. Dragonite, super tof. Daar ben ik echt wel blij mee. Nice, dat is mijn eerste Dragonite kaart die ik pool sowieso uit een van deze pakjes. Dus ja, dit vind ik wel heel tof. Dan gaan we door met het volgende pakje. En het volgende pakje is dit Ancient Origins pakje. Deze code gaat naar Twitter. Dus volg me ook daar, Rikachu_NL. En dan kan je die code misschien daar vandaan halen. Doen de 3 kaartjes naar voren. Zetten we ze weer strak, zodat we niet kunnen zien wat erin zit. En we beginnen met een Sceptile Spirit Link. Ik leg even deze kaarten opzij. Een Sceptile Spirit Link. De volgende kaart is een Vespiquen. Ik weet dat ik die wel heb. Een Hexmaniac. Een Persian, die kaart heb ik ook. Oh, een Porygon, ook wel lachen. Die zit in een wildwaterbaan of zo. Best wel grappig. Een Larvesta. Een Golett. Een Combi. De volgende kaart is... Oh, oh, nice. Deze is vet. Hele toffe kaart van een Entei. En dat is een... Ja, dat ziet eruit als een Reverse Holo. Ja, dat zal een Reverse Holo zijn. En dan hebben we hier een Registeel. Die vind ik iets minder, maar deze Entei kaart... Die vind ik toch wel heel erg tof. Ik zal nog even te kijken en dan zie ik dus dat dit glimt en dit glimt. Maar dit gedeelte van de kaart glimt niet. Dus ik weet niet zo heel goed wat het dan voor kaart is. Het zal wel weer een Reverse Holo zijn, maar correct me if I'm wrong. Als jullie het beter weten, laat het even weten in de comments. En dan gaan we door met de derde en ook alweer laatste pakje. Hier hebben jullie de code. 1, 2, 3. Hij is ja, scherp gesteld. Alsjeblieft, doen we er weer 3 naar voren. En dan... Gaan we eens kijken wat er hierin zit. We beginnen met een Buddy Buddy Rescue. Terwijl ik deze kaart ook weer opzij leg. Een Buddy Buddy Rescue. De volgende kaart is een Starmie. En die is ook wel vet. Lijkt een soort van Tripmine of zo. Awesome. Dan hebben we een Pinsir. Die kennen we al uit vorige video's. Een Chespin. Volgens mij heb ik deze versie van Chespin ook nog niet. Een Woobat. Een Rufflet. Een, nog een Chespin. Een andere Chespin. Oké. Okay. Hoeveel Chespins krijgen we? Wat kijk nou. 1... We krijgen gewoon hier even 3 verschillende chestpins in 1 pakje. Dat is best grappig. Gewoon 3 chestpins en 3 andere chestpins. Oké, okay, lachen. Dan gaan we door met een Spritzy Reverse Holo. En als laatst hebben we een Braviary. Oké, okay. Nou we hebben geen Braykaarten, geen IS-kaarten. Maar ik ben toch wel tevreden hoor, als ik heel eerlijk ben. Ik vind deze Dragonite kaart echt super awesome. Die had ik nog niet, even scherp stellen. En deze Entei vind ik ook wel, ja, vind ik ook wel tof. Verder is Chespin gewoon een van mijn favoriete starters. Dus wat dat betreft ben ik er ook wel blij mee. Met gewoon 3 Chespins in 1 pakje. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dat ik 3 kaarten van dezelfde Pokémon in 1 pakje krijg. Ik vond het een leuke pack opening. Ook met deze Mewtwo kaarten. Dus ja, doe een blauw duimpje omhoog. Als je dit ook tof vond. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon pack openings wil zien. En dan zie ik jullie later. Mazzel!